komt erbij Ferre, Tycho, Anasia en Dylan. Kom lekker op de bank zitten, kom lekker op de bank zitten. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, jullie dachten, we waren dat filmpje aan het opnemen en toen zeiden ze, waarom moeten we toch in de camera kijken? Nou, hierom dus. Ja, dat vroeg ik. Ja, dat was voor dit filmpje. Oh. Oh, nou is het. Hey, lieve Ferre, hoe gaat het? Goed. Hoe voelt het om hier te zitten? Ja, eigenlijk wel goed. Eigenlijk wel goed. Hey, waar kom je vandaan? Heeswijk-Dinter. Heeswijk-Dinter, hoe oud ben je? 9. 9. En er was een dingetje waarvan jij dacht, hey, hier vind ik wat van. Vertel eens. Ik zag ergens in Den Bosch een gekleurd zebrapad. En ik vroeg aan mama van, wat is dat? En toen zei ze, je mag zijn wie je bent. En een paar weken later kwam ik op school aan. En toen was Pasen vrijdag. En toen heb ik daar iets over geleerd. En toen zei mama van, hey, dat is hetzelfde als wat ik jou toen zei. En toen zei ik, oh, maar ik vind dat ook heel belangrijk. Waarom hebben wij dat eigenlijk niet in ons dorp? Ja, dat weet ik ook niet, zei mama. En toen zei ik van, kunnen wij dat dan krijgen? En toen zei ze, ja, dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan de burgemeester vragen. Dus toen heb ik een filmpje opgenomen en die heb ik weer naar de burgemeester gestuurd. En uiteindelijk kwam daar een reactie op terug en dat was een goed initiatief. En dus ben ik handtekeningen op gaan halen en op social media. En dus heb ik heel veel handtekeningen en toen ben ik naar de burgemeester geweest. En toen heb ik die handtekeningen meegenomen. En uiteindelijk lag het er. En toen heb ik het geopend met een schaar met de wethouder. Als het goed is, komt er nu heel spontaan komt er een... Ja, dames en heren. En nog één keer, waarom vind je dit nou zo belangrijk? Omdat je mag zijn wie je bent. En dat vind ik gewoon belangrijk. Want je moet respect hebben voor elkaar. Ho. Die komt nog eens, ze zaten er doorheen te klappen. Dat is zo jammer altijd. Wat zei je nou als laatste ook weer? Want je moet respect hebben voor elkaar. Kijk, dames en heren. En dan ben je dus 9. En dan kom je uit Heeswijk-Dinter. En dan zit je hier op het podium van de Stadsschouwburg in Utrecht. Dan vertel je zo je verhaal. Dan krijg je het voor elkaar om zo'n zebrapad bij jou in het dorp te leggen. Dan krijg je het voor elkaar dat heel veel mensen daarover praten. En dat heel veel mensen jou een enorme held vinden. Dus je krijgt nog een keer een heel groot applaus. Jazeker, jazeker. Goed gedaan, man. Goed gedaan. Zullen wij van plek wisselen? Gaan wij van plek wisselen? Ja, Tycho. Ik zie je al even in je handen wrijven. Het is zover. Ja, klopt. Hoe gaat het met je, jongen? Ja, ik vind het wel een beetje spannend, maar het gaat wel goed. Oké. Ik vind het super tof en ik ben heel trots op je dat je hier zomaar kan en wil en durft te zitten. Ik ga je een klein beetje helpen, want jij was bij een voetbalwedstrijd van Vitesse tegen... FC Utrecht. Tegen FC Utrecht. En daar ging het een beetje mis. Ja, want was een wedstrijd speciaal voor kinderen ook, toch? Ja, dat kinderen met kortingen heen konden. Er werd vuurwerk gegooid vanaf de uittribune. En dat werd zeg maar één vak naast mij gegooid. Oké. Er gebeurden nog allemaal andere dingen voor en tijdens en na de wedstrijd. Die niet heel oké zijn. Ben je tot het eind van de wedstrijd gebleven? Nee, ik ben eerder naar huis gegaan met mijn vader. En wat gebeurde er toen in de auto? Ja, ik vond het niet kunnen dat het gedaan werd. Dus ik wou een brief schrijven naar de KNVB erover. Jij was eigenlijk gewoon klaar ermee? Ja. Toen heb je een brief gestuurd aan de KNVB. Ja. En wat stond er in die brief? Dat het echt niet kon dat er vuurwerk als wapen gebruikt werd. En dat het niet ineens binnen kon komen. Oké. Vervolgens kwam dat terecht. Via social media en dat soort dingen kwam het ook bij de pers terecht, toch? Soort van, ja. En wat gebeurde er toen allemaal? Toen vroeg Omroep Gelderland of ze het konden filmen voor het journaal. Oké. Toen heb je daar je verhaal verteld.
En toen gingen allerlei clubs. Het FC Utrecht wilde het gelijk goed maken, toch? Ja, ook al konden er niks aan doen, de supportersvereniging van FC Utrecht. Maar daarom hadden ze me wel uitgenodigd voor de uitwedstrijd. Oké. En de KNVB die heeft natuurlijk gezegd... God, Tycho, we vinden het hartstikke goed wat je gedaan hebt. En wij gaan ermee aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren. Ja, soort van. Oh, wel? Nou, soort van. Oh, ik dacht dat ze geen reactie hadden gegeven namelijk. Ze hadden reactie gegeven via het Jeugdjournaal. Oh, oké. En wat was die reactie? Dat het niet kon en ze gaan proberen te veranderen. Oké. Maar ze hebben nog geen brief teruggestuurd, toch? Nee, ze hebben niet contact met mij opgezocht. Oké. Nou, eigenlijk zou dat nog wel even moeten gebeuren, toch? Nou, het is al een jaar geleden of zo. Ik vind dat het niet per se meer hoeft. Oh, te laat is te laat, zeg maar. Ja. We hebben een kans gehad. Hey, en hoe vind je het om nu hier te zitten en hier nog je verhaal te delen? Wel cool. Ja, je hebt het hartstikke goed gedaan, man. Iedereen vindt er wat van. Iedereen ziet het op televisie voorbij komen. Mensen die in stadions zitten merken het daar, wat er allemaal gebeurt. Mensen kijken ernaar, mensen vinden er wat van. Ze roepen er wat over. Maar jij doet gewoon wat. En je onderneemt actie en je zorgt ervoor dat er wat gebeurt. En daarvoor is iedereen hier super trots op jou. En daarvoor krijg je een heel groot applaus. Goed gedaan, man. Oké, ik schrijf twee door. Anders blijven we aan het doorschuiven. Zal ik eerst met jou gaan kletsen of gaan dames voor? Nou ja, zij wijzen naar mij, dus ik ga wel eerst. Helemaal goed, toch? Hoe gaat het, Dylan? Ja, wel een beetje spannend hoor, maar voor de rest gaat het toch wel goed. Klein beetje spannend. We hebben een foto van je. Echt? Ja. Oei, joh. Oh, dat is echt een mooie foto. Ja. Waar is dit? Dit is op mijn museum. Dit is in jouw museum? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dames en heren, applaus voor Dylan! Nee, je moet even wat meer vertellen. Vertel nog even wat meer. Wat voor museum? Wat heb je daar in je handen? Wat is er allemaal gebeurd? Vertel eens even. Ik zit heel onbeleefd met mijn rug naar jou toe. Ik ga zo. Zo, dan kan jij Dylan ook nog zien. Zo, goed? Okay, nou, in mijn handen heb ik een de kool van een M1 Garand. Dat is een heel bekend... Ho. Wat? Ja, een M1 Garand. Oké. Okay. De kool daarvan. Oké. Okay. Ja. Dat is een heel bekend wapen uit de oorlog. Ik heb mijn pak... van het Amerikaanse leger uit de oorlog aan. Heel even. Kees de Veer zit in de zaal. Kees de Veer, de oud-generaal. Herkent u hem, Kees? Jazeker. Jazeker, oké. Okay. Kees herkent hem. Dan is het... Dan is het goed. Ja, dit is in mijn museum op zolder. Daar verzamel ik eigenlijk van alles wat te maken heeft met de oorlog, de Tweede Wereldoorlog of gewoon dingen van nu. En hoe oud ben je? 14. En wanneer heb je bedacht, ik ga een museum maken? Ja. Hoe gaat zoiets? Nou ja, ongeveer 2 jaar geleden. Ik ging samen met mijn moeder een soort van... dan moet je wandelen en dan onder zoveel kilometer krijg je een soort opdracht die je dan moet uitvoeren. Dat had ook te maken met de oorlog. Toen had ik daar zo over van tegen mijn moeder van ja, het zou wel gaaf zijn als je dat zou hebben. Toen had mijn moeder een oproep gedaan op Facebook. Het was een Engelse veteraan, die had al spulletjes gegeven aan mij eigenlijk. Toen was het steeds verder. Nu is het eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ja. Okay. Kunnen we je museum ook komen bezoeken met z'n allen? Nou ja, nu kan het alleen nog online, omdat het natuurlijk in mijn huis is. Dus niet echt... hoe gaat dat online? Vertel eens. Nou ja, ik heb een eigen website, een Instagram. En via mijn Instagram deel ik eigenlijk alles wat ik nieuw heb of al oudere spulletjes. Via mijn... TikTok ook? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, TikTok. Domme vraag. Ja, eigenlijk. TikTok, Instagram, alles. Dan post ik eigenlijk nieuwe dingetjes. In mijn website heb ik ook een speurtocht dat je dan mijn Instagram af moet om te kijken bijvoorbeeld wat vind ik dan het leukste item. Nou, het is dan een militaire onderbroek en dan moet je dat invullen. En dan kun je naar me opsturen en dan kijk ik hem na. Ja, en dan krijg je een certificaat. Waarom vind je dit nou zo leuk, interessant, mooi, belangrijk? Ik vind het vooral interessant omdat natuurlijk... ik vind het belangrijk dat het herinneren, omdat er mensen zijn voor onze vrijheid gestorven. Dus ja, dan vind ik het belangrijk dat wij aan hun denken van ja, bedankt dat ze dat voor ons hebben gedaan. En ook een beetje van, want er zijn natuurlijk heel veel musea, en, maar niet van jongens van 14. En niet die zo actief bezig zijn met, die dat vooral ook op Instagram, TikTok en alle andere platformen delen. Dat klopt, ja.
Dus het is toch ook juist een beetje het verhaal doorvertellen? Toch? Ja, zodat de generatie na mij en mijn generatie nu er ook wel nog aan zullen blijven denken van wat er toen is gebeurd en wat er nu gebeurt. Bijvoorbeeld, ja, nu gebeurt dan in Oekraïne iets. Ik vind wel dat we dat over bijvoorbeeld 50 jaar ook nog moeten herdenken. Ik hoor dat de zaal er stil van wordt. Het V-fonds die natuurlijk deze kinderprijs in het leven heeft geroepen, ja, die vinden dit natuurlijk ook. Want je hebt nu ook je Military Museum by Dylan. Heb je? Nee. Oké. Niks aan de hand. Oh ja, eigen shirt met logo. Oh, heel goed. Het V-fonds vindt het natuurlijk ook fantastisch. Dus een diepe buiging voor al het moois wat jij doet. Voor jouw verhaal en jouw inzet. En daar krijg je natuurlijk een heel groot applaus voor. Goed gedaan, man. Oh nee, zeg je nou oh nee? Ja. Ja. Lieve Anasia, goed dat je er bent. Heb je ook een museum? Nee, dat niet. Je hebt geen museum. Nee. Jij hebt een ander verhaal. We hoorden het net al. Jij deelt jouw verhaal over armoede en de toeslagenaffaire. Klopt. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat waarom vind je het belangrijk om dat verhaal over, nou ja, over armoede en over de toeslagenaffaire? Heb je er zelf mee te maken gehad? Ja, ik heb er zelf mee te maken gehad. En ik weet natuurlijk dat het niet zo leuk is om er in geleefd te hebben. Dus ik wil juist dat kinderen dat kinderen erover kunnen praten en dat ze weten dat het niet erg is en dat het bij andere kinderen ook gebeurt en dat het, ja. Wij lezen er heel veel over in de krant en we zien er heel veel over op het nieuws. Steeds meer kinderen in armoede, gezinnen die rekeningen niet konden betalen. Wat merkte jij ervan dat jullie, nou ja, armoede hadden? Ja, ik wist het natuurlijk vroeger nog niet. Ik weet het misschien pas 2 jaartjes. En ik merkte het thuis meer aan dat ik naar de voedselbank ging en naar de kledingbank. En als ik naar een feestje wil gaan, dat niet mocht, omdat ik geen cadeautjes kon kopen. En dan zeiden mensen wel van, ja, maar het hoeft niet en dit en dat. Maar dan kom je daar alsnog aan en dan word je wel een soort van in een hoekje geschoven van, ja, het is nu cadeautjestijd, jij hebt geen cadeautje, dus dan kan je even wat anders doen. Of dan had ik geen leuke kleding om aan te doen. Of 1 keer was het zelfs dat de ketel kapot ging en dat we geen nieuwe ketel konden betalen. En dan kon ik voor 6 weken kon ik niet douchen, kon ik mijn kleding niet wassen. En soms ook gewoon in de supermarkt konden ook bijna. We moesten echt alleen de dingen kopen wat echt, echt nodig was. En het was nooit dat we wat lekkers konden kopen. En ik zag mijn ouders ook bijna nooit. En hoe kwam dat dan? Ja, ik zag mijn ouders gewoon bijna nooit. Omdat ze zo hard aan het werken waren. Omdat ze de schulden wouden aflossen. Hoe gaat het nu? Het gaat nu wel beter. Maar het is nog niet helemaal afgerond. Want het enige wat nu is veranderd is dat het eigenlijk nu naar buiten is gekomen. En dat bij sommige mensen, ik weet niet zeker bij iedereen, dat de schulden zijn afgelost. Maar het is er nog wel en er moet nog best wel veel gebeuren. Jij vierde je verjaardag. En toen mocht je een soort van wens doen, toch? Waarmee heel veel kinderen, nou ja, wensten om iets nieuws te kopen of iets leuks te doen of dat soort dingen. Wat was jouw wens? Nou ja, dat andere kinderen een leuke dag zouden hebben. Dus toen heb je voor 100 kinderen? Ietsjes meer? Ja. 101 kinderen? Nou, ik weet niet precies, maar wel ietsjes meer dan 100 kinderen. Heb jij een hele dag georganiseerd? Wat konden ze allemaal doen? Het was eigenlijk gewoon een shoppingdag. Je had gewoon een verlanglijstje, die kon je inleveren.
En had ik samen met It's Me Foundation had ik een hele dag opgezet. En dan kon je gaan shoppen. En dan kon je je wensen uitgeven. En dan kreeg je nog door mijn oma's catering kreeg je nog wat te eten. En dan kreeg je nog een gevulde goodie bag. Oma zit ook in de zaal, toch? Ja, zit daar. Ergens. Daar. Ja, het is heel donker, hè, in de zaal. Ja. Oma is heel trots op jou. En ik hoor dat de zaal doodstil is. Dus volgens mij is de hele zaal heel trots op jou. En daar krijg je een applaus voor. Dat je hier zo durft te zitten. Dat je hier zo jouw verhaal durft te delen. En niet alleen hier, want je hebt ook aan een sierencampagne volgens mij meegewerkt. En oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja. Heel veel dingen om jouw verhaal te delen. En dus om te zorgen dat daar hier meer over gepraat wordt. Waarom is dat zo belangrijk? Want schaamde jij je daar ook voor? Ja, ik schaamde me best wel voor hoe het thuis ging en alles. En ik durfde er ook niet over te praten. En ik wou mijn ouders ook niet belasten met mijn dingen, omdat ze al bezig waren met werk en alles. En ik zag ze ook al niet zo vaak. En ik had ook niet zoveel vrienden en vriendinnen, waardoor ik ook gepest werd. Dus dan vind ik het wel gewoon belangrijk om met je kind erover te hebben. Of hoeft niet eens je kind te zijn. Of gewoon als je een docent bent op school, of je hebt een nichtje en neefje. En je merkt dat het wat slechter gaat. Gewoon om even gewoon met ze te gaan praten. Of wat leuks te gaan doen. Het hoeft niet eens geld te kosten. Gewoon even een wandeling te maken door het bos of zo. En dan een leuke tijd hebben. En dat er gewoon gepraat over wordt. Want als je er niet over praat, gaan kinderen het in hun houden. En waardoor het binnen te houden, kan er ook heel veel stress komen. Wat eigenlijk niet zo erg nodig is. En dat is niet goed. Heeft het jou geholpen om erover te praten? Best wel. Hartstikke mooi. Heel groot applaus voor Anaïs.